En ik vind het een heel bijzonder verhaal dat ik weer een kleinzoon heb die zich daar zo in verdiept. Tot en met Bevrijdingsdag openen zo'n 200 huizen, winkels en scholen hun deuren om stil te staan bij slachtoffers en overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die ooit op deze locaties woonden en werkten. In Winterswijk vertellen achterkleinzoon Pieter en kleinzoon Jeroen het verhaal van Pieter Bretijn, een verzetsheld die met zijn gezin opgroeide in de Achterhoek. Rijen dik staan de mensen hier klaar om te luisteren naar het verhaal van de familie van verzetsheld Pieter Bretijn. Ik zou haast willen zeggen, vol is vol. Ja. Een man die in de Tweede Wereldoorlog gevochten heeft op de Gebbeberg, op de Gebbelinie. En daarna via zijn werk in Medemblik, het provinciaal ziekenhuis, betrokken is geraakt bij het verzet. Heeft daar heel veel mensen geholpen natuurlijk aan de Duitsers te ontkomen. En is uiteindelijk door zijn werk in het ziekenhuis is uiteindelijk toch verraden en is op die manier opgepakt. En is in Amsterdam gefusilleerd, samen met 30 andere gevangenen van de Weteringschans gevangenis. Maar dit is wel een hele mooie plek, omdat hier natuurlijk de familie altijd gewoond heeft. Het grootste deel eigenlijk in Winterswijk. En waar de hoofdpersoon van het verhaal eigenlijk opgegroeid is. Het gezin verhuisd naar de Wilhelminastraat, omdat dit huis waar we nu zijn verbouwd wordt. Hoe is dat, dit alles zo in je huis? Ja, dat is toch een hele indrukwekkende gebeurtenis. Ik vind het mooi dat dat ook kan, dat ik daar het huis voor beschikbaar heb mogen stellen. En als je ziet wat de opkomst is geweest, vandaag is het natuurlijk gewoon fantastisch. Hoe is dit alles hier voor u? Heel bijzonder. Het is altijd een triest verhaal. Het is indrukwekkend. En ik vind het een heel bijzonder verhaal dat ik weer een kleinzoon heb die zich daar zo in verdiept. Ja, dat doet mij veel. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor.